Deze highlights worden u aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. En we zijn weer weg. Het spel heeft al dikke minuut stilgelegen. En daar een nieuwe overtreding aan de andere kant. Ja, het zal hard tegen onzacht worden. Dat is al duidelijk. Want de bal is nog maar een paar keer over en weer gespeeld. En het waren de twee Rode Duivels die met elkaar in aanraking kwamen. Salemakers en Carrasco. Dus geen genade van beide kanten. Dat zou interessant kunnen worden. Hier is Carrasco op de linkerkant. Met het overstapje en dan de voorzet en onmiddellijk de goal. Nee! Ja, geweldige redding op die poging van Depaul. Ik denk dat we nog maar een balcontact of 20 hebben gehad. Hier verlengd, maar die stond buitenspel. Carrasco leek me toch. Vlag blijft beneden. Overstapje en dan de voorzet. De tegenstoot van Atletico. Met Carrasco. Twee man op de huid. Schudt ze allebei af. En dan had hij kunnen passen. Dat verzuimt hij. Blijft in balbezit wel. Wacht op de overtreding. Koke. Ruimte aan de rechterkant. Depaul gaat trappen. Depaul. Afgeweken bal. Nee. Geen afgeweken bal. Doeltrap. Het antwoord van Atletico. Na de actie van Carrasco op de linkerkant. Griezmann. Griezmann is er voorbij. Voorbij twee man. Daar moet iets in zitten. Maar Suarez die stond te ver. Carrasco kon er niet bij. En daar krijgen we hem. Inderdaad. Nog 25 minuten te gaan. En het moment waar toch veel mensen zaten op te wachten. De komst van Zlatan Ibrahimovic. Daar is hij. Mooi balletje. En nu achteruit leggen. Dat kan de goal zijn. En dat is net niet de goal. Want ze liggen daar met z'n drieën voor de doelmond. Vijf minuten zonder extra tijd. En dat zou wel eens een minuut of vier, vijf kunnen zijn. Daar is Ibrahimovic. Daar is Ibrahimovic. En dat was bijna de goal. Jan Oblak met een geweldige save. Op de poging van Zlatan Ibrahimovic. Dat zou het geweest zijn. En dat lijkt me buitenspel te zijn. Mooi tegenstanders ontweken. Kessier. Daar is de voorzet en de goal! En het is niet Ibrahimovic, maar wel de Messias, de verlosser. Junior Messias met de 0-1 in de slotfase van de wedstrijd. En hij is aan het vloeken natuurlijk, Diego Simeone. Ja, het was te verwachten. Ze hebben natuurlijk wel de beste kansen gehad, Milan. Maar terwijl iedereen keek naar de grote man uit Zweden, was daar een kleinere man uit Brazilië op voorzet van Frank Kessier. Goed overzicht gehouden en perfect op het hoofd gelegd van Messias. En ze zijn misschien nog niet klaar. Ze zijn misschien nog niet klaar, Milan. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd is daar misschien toch nog een kans. En een knal en Ibrahimovic, nee. Gaat neer, kijkt naar de scheidsrechter. Daar gebeurt voorlopig niks.
Opletten. Llorente. Llorente! Oh, la 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 la! Die bal moest gewoon binnen. Geweldige actie nog in het slot van deze wedstrijd. Llorente legt hem voor. En dan is daar Lodi die mee is gekomen. Nee, het is Cunha. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.